Ik heb een uitdaging voor jou. En jou. En misschien zelfs jou. Like de video alleen als jij het geheime woord kan lezen. Zo kort, ik meen het. En ja, reageer het geheime woord ook. Anders geloof ik je niet. Hier achter mij hebben wij de Brookhaven School. En het ziet er niet meer zo goed uit. En ik wil erachter komen hoe dat kan. Wow, wat? Zo kun je je kluisje niet eens meer in. Je kunt de trap niet op. Nou ja, misschien ziet het lokaal er nog goed uit. Je stinkt. Dat valt wel mee. Oh, en ze hebben zelfs een bad neergezet, zodat je je kunt wassen. Dat is gemeen. Oké, wacht even. Wat hebben we nog meer? Ook deze kluisjes zijn vastgezet. Oké, wacht. Er is hier nog een lokaal. Iedereen stinkt. Dat is niet aardig. Oké, laatste lokaal. Haha, je stinkt. Weet je, ik ben er klaar mee. Wow, volgens mij kwam dat vanuit de gymzaal. Wie is dat? Oh, hallo. Gaat het wel? Wat is er met deze school aan de hand? De pestkoppen hebben het overgenomen. Wat? De pestkoppen? Het is niet leuk. Maar welke pestkoppen? Wacht, hoor je dat? Waar ga je naartoe? Ik snap er niks van. Wie ben jij? Ik ben Martin. Oké, hallo Martin. Wat doe jij hier? Dit is mijn school. Jouw school? Sorry hoor, maar volgens mij... Hé, wat doe je? Dat is niet aardig. Laat me met rust. Dit is niet leuk. Och, waar slaat dit op? Oh, hé. Ik zei het toch. Nou ja, je hebt gelijk. Wat is jouw naam eigenlijk? Sarah. Oké, hallo Sarah. Aangenaam, Dutchtuber. Wie was dat net? Eén van de pestkoppen. Eén van de? Er zijn er meer? Drie. Oh, nee. Hij zei dat hij Martin heet. We moeten er iets tegen doen. Wat ben je aan het opschrijven? Dit is mijn dagboek. Hier staat iets in over Martin. Oké, wat staat er dan? Hij is bang voor spinnen. Maar wacht, Sarah, luister, dat is het. We moeten de pestkoppen wegjagen met waar ze bang voor zijn. Echt? Lukt dat? Ja, dat weet ik niet, maar ik ga het proberen. Oké, is Martin hier? Het lijkt erop van niet. Oké, ik wil wat gaan proberen, maar... Oh, wacht, kijk, we kunnen er nu wel langs. Dat is perfect, dan... Wow, ze hebben de piano in de brand gezet. Oh, wat? Alles stinkt hier. Ze ruimen het afval niet eens op. Wacht even. Ja, ik zie het al. Oké, het is misschien een beetje raar wat ik nu ga doen. Maar ik zet hier een ladder neer. En dan precies in de hoek. Ja, volgens mij heb ik hem. Moet je opletten. Een spin. Oké, daar was Martin bang voor, toch? Oh, er ligt hier ook allemaal pizza. Ze maken er een bende van. De vraag is alleen, waar is Martin? Sowieso, jij durft. Jazeker. Dom idee. Oh, nee. Wacht, voordat je dat doet. Kijk eens naar beneden. Yes! Koekje van eigen deeg. Ik ben eigenlijk ook best wel bang voor spinnen. Oké, dit is perfect. Maar Sarah vertelde ons dat er drie pestkoppen zijn. En we hebben er pas één. Dus we moeten... Er nog... nog twee te gaan. Wie ben jij? Er proberen mensen te leren. Zoveel geluid mag je niet eens maken. Stil, ik speel gitaar. Oh ja? Dat dacht ik niet. Kom hier met dat ding. Ben je gek? Ja? Dus? Geef terug. Nee. Volgens mij hebben we de tweede pestkop gevonden. Niemand pakt iets af van Tim. Echt wel. Kijk maar, dit is jouw gitaar. Ik heb hem letterlijk net afgepakt. Au! Oh, wat? Je bent zo gemeen. Oh, nee. Oh, Sarah. Dat was Tim. Gaat het wel? Ja, het gaat weer iets beter. Wacht eens even. Pak je dagboek er eens bij. Wat staat daar over Tim? Ik bedoel, als we geluk hebben, staat er ook iets waar hij bang voor is. Hij is bang voor water. Water, dat is het. Oh nee, ik hoor hem aankomen. Ga weg, snel. Goed zo. Oké, wacht even. Voordat hij mij ziet, snel hier naartoe. Ja, hier, de kamer van de conciërge. Als het goed is, hebben we hier achter. Ja, perfect. Job, is dit wel het moment om boodschappen te doen? Nee. Maar ik ga ook geen boodschappen doen. Ik ga proberen om... Oh. Oh nee. Ik heb je. Oh ja? Ik heb jou. Snel, snel, snel naar buiten toe. Laat me los. Ja, dat ga ik ook doen. Wanneer we bij het zwembad zijn. Yes! We hebben hem. Koekje van eigen deeg. Mijn onderbroek is nat. Ja? Nou en? Oké, perfect. We gaan weer terug naar de school. Sarah vertelde ons dus dat er drie pestkoppen waren. We hebben Martin en Tim gehad. Dus dat betekent dat we nog maar één... Sarah, wat is er? Timon heeft mijn knuffel afgepakt. Timon? Wie is Timon? Je knuffel, wat gaat hij daarmee doen? In de wc gooien. Wacht, wat? Oh, ik denk dat ik al weet wie Timon is. Wacht daar, Sarah. De laatste pestkop. Dat meen je niet. Timon? Timon, stop daarmee. Hahaha. Wat? Hahaha. Ha, ha. Ha. Het is niet grappig. Echt wel? Nee, Timon, dat is het niet. Die knuffel is van Sarah. Sarah stinkt. Oh, kom hier met die knuffel. Weg jij. Snel, snel. Oh nee. Ik moet Sarah vinden. Wat, ze was hier toch? Wacht, ik weet het denk ik al. Ik denk dat ze hierboven is of niet. Dat is een goede verstopplek. Sarah? Oh, Sarah, kijk, alsjeblieft. Je knuffel. Dank je. Ja, geen probleem. Snel, kijk in je dagboek. Waar is Timon bang voor? Schoonmaken. Oké, komt goed. Schoonmaken? Als in...
hygiëne? Een dwel, stofzuiger, schoonmaken. Dus hij is degene die er zo'n bende van maakt. Maar dan weet ik genoeg. Oké, snel, snel, snel. Ik hoop niet dat we hem weer tegenkomen. Wie is er nou weer bang voor schoonmaken? Ja, wacht, ik heb een beter idee. Ja, kijk, perfect. Even zoeken in deze doos. Een dwel. Ja! Oké, wacht. En dan checken we deze even. Want wat we eigenlijk ook nodig hebben is... een stofzuiger. Oké, nu is er niks meer wat me tegenhoudt. Nu moeten we er alleen achter komen waar Timon is. Oh nee. Te laat. Oh ja? Nou, dat dacht ik niet. Ta-da-da. Ik maak schoon. Alles is zo. Oh, doe dat weg. Nee. Oh, hier bij je voeten nog een beetje. Oh. Voordat ik het vergeet. Ik moet nog een beetje stofzuigen. Dat is schoon. Ja, natuurlijk. Stofzuiger, dwel. Wacht. Wat? Hij heeft zichzelf geband. Of het spel afgesloten. Maar hij is weg. Met andere woorden. Sarah. Het is gelukt. Top. De school is weer veilig. Oh, en ze is aan het dansen. Dat is nice. Wat gebeurt er? De school is weer zoals het was. Oh, dit is zoveel malen beter. En 12 plus 11. Reagerende reacties. Wat is het antwoord? We kunnen overal weer naar boven. En het stinkt niet meer. Dus we gaan taco's eten. Nee. Wauw, ik moet zeggen. 1 plus 12. 13. Dit is zoveel beter. We hebben de school weer pestkop vrijgemaakt. Maar nu ben ik eigenlijk een soort van benieuwd. Hoe zou ik eruit zien? Wow, wat? Vliegt daar nou iemand? Wat ben jij? Wat gebeurt er? Oké, dat is raar. Mag ik dit paard even lenen? Hoe zou ik eruit zien als ik een pestkop was? In Brookhaven. Er vliegt weer iemand. Wat gebeurt er vandaag? Wacht, wat? Waar ben ik? Ik sta letterlijk in het bord. Dit is zo cool. Brookhaven zit vol met geheimen. In ieder geval, wat mij opviel, is dat de pestkoppen best wel gespierd waren. Dus wat wij gaan doen is trainen. Maar dan ook echt heel veel trainen. Misschien zelfs wel veel te veel trainen. Oh, nice. Maar sterk zijn, dat was niet het enige. Ze hadden ook best wel een stoere look. Jongens, is het wel handig om te barbecue hier? Ik weet niet. Beetje laat maar. En om zo'n look te krijgen, gaan we natuurlijk naar de kledingwinkel. Mag je hier naar binnen met een paard? Oké, eens even zien. Ik wil deze en deze. Wow, dit is hoe ik eruit zou zien. Als pestkop in Brookhaven. Ik vind het maar niks. Ik wil weer terug. Dat is beter. Maar reageer paard in de reacties als je heel de video hebt afgekeken. Je bent een baas. Wat zie ik daar nou? Zullen we gewoon bij iemand een pizza afleveren? Ik weet niet waarom, maar ik heb daar zin in. Nou, dan moeten we natuurlijk eerst de pizza outfit hebben. En belangrijker misschien nog wel, de pizza. Oké, we gaan eens even kijken. We bellen aan. We kloppen aan. Oké. Hallo, ik ben de pizza bezorger. Oh, hier. Alsjeblieft, je pizza die je niet hebt besteld. Alsjeblieft. Nu ga ik naar binnen en is dit mijn huis. Hallo, baby persoon. Wat? Jullie zien er precies hetzelfde uit. Jullie zijn een soort van tweeling, alleen jij bent mini. Oké, ik ga slapen. Kijk, ze zien de letter... Oh, wat is er gebeurd? Wacht, ben ik er nou uitgegooid? Oh, nu is het letterlijk mijn huis. Ik heb zojuist een pizza gereld voor een huis. Ligt het aan mij of is dat misschien niet helemaal eerlijk? Laat ook je lievelingskleur in de reacties weten. Want ik vind het altijd zo leuk dat je dus eigenlijk de hotelkamer in elke kleur kunt veranderen die je wil. En na zo'n lange dag vol met pestkoppen heb ik wel een colaatje verdiend. Pardon. Reageer Roblox voor meer Brookhaven. Abonneer voor meer en adios.